Hallo, lieve allemaal. Dit is het ambassadeursfilmpje voor. wat zijn we vandaag? Mm -mm, 2 februari. We zijn de 47-11 karmische dag. Ik heb best wel een hele drukke dag. En misschien krijg ik nog bezoek vanmiddag. Heb ik jullie misschien wel verteld dat we zonnepanelen krijgen? Ze liggen inmiddels in de garage. Gisteren is uh, onze meterkast aangepast. We hebben geen omvormen, dus daar hebben we het geluid niet van en daar hebben we ook geen straling van. Dit is een nieuw systeem, dus dat is veel beter. Gisteren konden ze niet komen voor de harde wind, vorige week uh, was de rug uh, niet helemaal lekker uh, van die monteur. Hè? En uh, nu zou die vanmiddag komen, maar hij zei al tegen mijn man, misschien dat het wel uitloopt en ik weet niet of het lukt om langs te komen. En bedankt. Vanmiddag had ik dus van allerlei filmpjes op programma. Die gaan ook door. Maar ik ga vanmiddag ook filmpjes maken in mijn praktijk. Mocht de monteur komen, dan kan hij gewoon hier lekker lawaai maken. Uh, en anders komt hij zaterdag. Hopen we. <laughs> nou ja, je moet maar een beetje openstaan voor misschien. Nou, uh, het komt vanzelf en als het niet mag, dan komt het niet. Zo staan we er dan ook wel weer in. Nou, we zijn het in Bolkfeest. Uh, Gisteren officieel eigenlijk. Uh, en jullie zien hier ook een heel mooi plateauotje, mooie bergkristallen. Uh, dit is niet van mij, dit is van een kunstenares uit Japan, waar ik uh, wel meer afbeeldingen, niet van de... ik heb twee kunstenares uit Japan, dit is de andere en de ene is uh, degene met al die mooie afbeeldingen uit de heksenagenda. Dit is het plaatje voor februari en waarom heb ik nou zo'n ja, eigenlijk zo'n skelet met zo'n boom gekozen. Dat doe ik altijd op gevoel, hè. En ik vond hem toch heel passend. Wij staan alweer uh, klaar om het jaar uh, echt binnen te treden. We zijn, we zijn er klaar voor. Uh, we hebben dieren op ons pad, hè. De vogels die gaan met ons mee. En uh, we zien ook... Als je het plaatje goed ziet, dat het een sterrenhemel is. Dus alles staat voor ons open. We hoeven alleen nog maar te verbinden om de energie in ons op te nemen en ons ook te laten bloeien. Niet alleen de boom, maar ook ons lichaam opbouwen. Nou, daarom heb ik deze gekozen. De bloem van de, deze maand is echt wel het sneeuwklokje. Hè? Als dat boven de grond komt, dan weet je dat die bolletijd aankomt. En dat uh, als ze bloeit, en het kan ook best nog wel ontzettend sneeuwen en koud worden in februari. Dat zien we toch heel veel. We gaan wel naar een periode toe waarin we uh, naar twee seizoenen gaan. En gisteren was ook op uh, het nieuws uh, nu.nl of ergens uh, mainstream media was ook heel mooi uh, te lezen dat het er wel lijkt alsof we naar een twee seizoenen systeem gaan. Nou, dat is ook zo. Dat hebben ze goed opgemerkt. Dus het wordt al geplant in de maatschappij. Nu is het tijd om de zaadjes te planten. Dat is heel belangrijk. Als je de positieve berichten van de komende dagen gaat luisteren, dan heb ik tot ongeveer dinsdag heb ik, uh, best wel even een hele uh, mooie... Aanwijzingen hoe jij je wensen kan laten groeien en uit laten, kan laten komen. En dat, dat speelde ook heel mooi in de kaarten die ik trok van de Dierenorakel. Zo gaat die energie ook met ons mee. De lente begint. Waarom begint de lente zo ontzettend vroeg? In onze natuurlijke beleving voelen wij wanneer de stroom van energie omhoog komt. En dat is dus nu. De zon die is zes weken lang, is die al bezig om naar het noordelijk halfrond te komen. Dus nu hebben we in die zes weken tijd, hebben wij al een, een actievere stroom mogen ervaren. Alleen nu komt het op zo'n diepte dat wij het ook tastbaar kunnen proeven en kunnen zien. Het licht wordt helderder, uh, het is langer licht. Het wordt eerder een beetje licht. En wat wij ontzettend gemerkt hebben in januari is dat het per dag soms wel een kwartier tot een half uur kan schelen wanneer het donker wordt. En dat zijn wel nieuwe dingen. Dat zijn echt nieuwe zaken. We gaan nog steeds, het filmpje van Harriet is een maand geleden. Ik ga binnenkort met Harriet. Is, ik, we zijn even uh, met z'n tweetjes bezig om af te stemmen waar gaan we het over hebben. En ze heeft mij dus huiswerk gegeven. Anders zou ik zeggen, ik ga het vanmiddag gelijk doen. Maar <laughs> Harriet heeft me huiswerk gegeven. Heel goed. En ik wil me daar even goed op inlezen. Um, zodat wij samen een heel mooi filmpje kunnen maken. En dat zal dan volgende week zijn. Ik zal met Harriet overleggen of het eventueel volgende week dinsdag kan. Dan heb ik het hele weekend om mij daarop in te lezen. En dan kan ik ook uh, samen met Harriet iets goeds neerzetten. Wat wij weten van het vorige filmpje is dat nu eind januari uh, tot half februari toch wel de tijd is dat er iets gaat gebeuren. Dat we in een staat zijn gekomen waarin we ook zien dat de energie ons aangeeft dat het tijd is om die verandering ook actief te maken. Het is dus best wel een hele intensieve tijd. Het is een spannende tijd. Um, en wij zien het ook echt opbouwen op alle fronten. Op echt op alle fronten. Als wij de intel, de financiële Intel zien, dan merken wij daar ook echt, jongens, er staat zoveel klaar. Het heeft alleen maar nodig dat het go is. En die go die wordt steeds, die horen we in de, in de verte horen we die galmen. Het is nog niet dichtbij genoeg dat wij die go horen. Maar hij is onderweg. Echt waar. En Charlie Ward zei dat ook al. We zeggen het al twee, drie jaar. En die go komt op het moment dat het het allerbeste is. Wat nu speelt is dat en alles, alles samenkomt. Alles samenkomt. Echt alles. Onvoorstelbaar. De sterrenstanden. Uh, de kosmische orde. De financiële orde. De Aardse orde. De gezondheid. We hadden gisteren een gigantische storing bij ING. Dat is niet voor niks, lieve mensen. We hadden een kleinere storing bij de Rabobank. Dat is niet voor niks. We blijven die glitches houden. We blijven updates houden en dat steeds vaker er problemen zijn. Houd dus echt rekening mee dat je geld in huis hebt. Het is zo ontzettend belangrijk dat je in ieder geval. ...contant geld in huis hebt, dat wanneer er zo'n storing er is... ...dat je weet, ik kan in ieder geval nog mijn dagelijkse eten... ...kan ik kopen, ik kan nog dingen kopen vrij van de pin. Weet ook wat je op je rekening hebt. Dat is heel belangrijk. Al schrijf je het elke dag even in een boekje op... ...van dat is mijn saldo. Op het moment, en kijk even vooruit, wat gaat er? Dat zijn handigheidjes van deze tijd... Wees je daarvan bewust. Als je het vervelend vindt om elke dag te doen, hou er rekening mee. Je weet nooit wanneer die storing plaatsvindt. Dus morgens, wat doe ik? Dan kijk ik op mijn bankrekeningnummers. Dan weet ik wat er staat. Ik weet nu, oh, het is wel eens een drama geweest, maar we staan nu in ieder geval in de plus. Dat is al heel wat. Ik heb ook niet tonnen over of duizenden euro's. Maar ik heb wel genoeg. En het is in regelmaat. En het is moeilijk voor jullie. Terwijl het zo makkelijk kan zijn. Doordat je dus heel bewust elke morgen, dan neem je gewoon een klapblok. En dat je denkt van oké, okay, ik schrijf gewoon even mijn saldo op. Je kijkt vooruit, dat moet er nog op, dit is mijn saldo. Dat geeft jou een stukje bevestiging dat je ook weet van oké, okay, prima. Um, geeft niks dat er storing is, want dat staat erop. En ik kan als ik naar de winkel ga, eventueel nog pinnen. En je hebt nog contant geld in huis, dat geeft je een rust, een innerlijke rust geeft je dat. Zodat je ook weet van jezelf: het is geen probleem. No problem. Geen probleem. Dat vrij van problemen. Dat is belangrijk. Dus vind je het spannend, zo'n crash van de banken? Als jij voorbereid bent, dan is er helemaal geen probleem. Dan juichen we dat Ik heb gisteren ook met uh, iemand. Dat we zeiden: Oh, zo zou, zou het nou. Want er zijn wel heel veel stokken. Zou het nou? Ik zei: We wachten het af. Er is op dit moment echt zoveel gaande. Het kan niet anders. 1, 1 is 2 hebben we ook wel vaker gezegd. Ik weet het wel. Alleen nu zien wij ook dat al die presidenten, oud-presidenten van Amerika, echt best wel veel voor de voeten krijgen. En wat Rick ook zegt, daar hebben Rick en ik het ook al over gehad, dat Obama de eerste is die gearresteerd zal worden. Omdat ten tijde van zijn presidentschap hij toestemming heeft dus gegeven aan Joe Biden om documenten mee te nemen. En hij kan het niet veranderen. En daar zijn gewoon wetten en regels voor. Hij is nu geen president meer, dus hij kan ze niet declassificeren zoals Trump dat wel kon. Het zit er dus dik aan te komen dat Biden, Hunter Biden, de zoon van Biden, Obama, Bush, nu senior, de Bush junior van de jaren negentig, gearresteerd worden. En dan kan het ook nog wel zijn dat, dat ook Trump gearresteerd wordt. Alleen een zittende president kunnen ze niet arresteren. Het is dus een hele, hele, hele spannende tijd. Er gebeurt ontzettend veel. Ook in Nederland gebeurt er veel. Want in één keer zie ik niks meer van de krekels. Het is heel poef. En dit is wat wij zien. Hè. Het zijn ergens van die explosies met, met waanzinnig nieuws. En dat het ook gelijk afgelopen is. Gisteren was een bericht dat er gekke koeienziekte in Nederland zou zijn. Dus vandaag, vandaag, hoor ik. Via Susanna van Moral Compass Radio dat die gekke koeienziekte. Nee, daar heeft ze het niet over gehad. Maar waar gaat ze het wel over? Luister dat bericht eens even. Waar gaat ze het over? Juist, zij had het over een handelsdelegatie vanuit Amerika die hier naar Nederland komt, omdat wij een heel goed afzetland um, uh, zijn voor producten zoals rundvlees, melk en al. Aan verwante producten. Ben ik nou gek? Gisteren gek koeienziekte. Vandaag komt een handelsmissie. We hoeven geen boeren meer in Nederland. Komt allemaal met het schip uit Amerika. Echt? Beginnen jullie te begrijpen wat er gebeurt? Ook is dit weer een actie van de Whiteheads, natuurlijk. De Whiteheads die jullie en de andere mensen in Nederland wakker willen schudden. Nee, maar dat was alweer over, die gekke koeien. Dat was een foutje. Dat was helemaal niet zo. Het gemeentehuis in deel. Daar kan je heel comfortabel gaan zitten. Ook al woon je niet in deel, Dat gemeentehuis is open en dat is verwarmd op 20 graden. Daar moet je je ook even bij afvragen. Hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? Wat gebeurt hier dat een gemeentehuis 20 dat is een tropisch regenwoud bijna zonder de regen. Dat is bijna een kuuroord. Daar, dat is heel ga eens even naar jouw gemeente en vraag eens even hoe hoog zij in hun gebouwen de temperatuur hebben te staan. Het is toch wel de bedoeling dat gemeentes de gemeentes het goede voorbeeld geven. Als jij als burger van de gemeente het kan betalen en veroorloven dat zo'n publiekelijke ruimte zo'n hoge temperatuur mag hebben terwijl jij maximaal 18 graden overdag en 16 graden s'avonds moet hanteren. Waarom kunnen wij dat als maatschappij dan wel betalen dat zo'n gemeentehuis een oase is van warmte? En heerlijk klimaat, schimmelvrij. En hoe kan het dan dat jij in huis het niet 20 graden mag hebben? Dat zijn allemaal zaken waar wij heel erg goed over na moeten denken. Of we dat allemaal tolereren. Um, wat viel mij meer op in het nieuws? Het ontbreken van het staatsbezoek. En de nieuwsberichten daarover. Ik zag gisteren wat op Jinek. Ik zei tegen Peter. Ik, moet je dat nou zien? Goh, zegt ze. Zegt Peter. Er zitten allemaal vrouwen achter Jinek. Ja. Ik zei. En van mijn kant af gezien Rechts voor haar. Rechts, rechts achter haar bedoel ik. Zit een soortgelijke dame. Ook niet al te dun wat het zusje van Amalia zou kunnen zijn. Dus ze laten bij Jinek al zien dat het heel normaal is dat je lange haren hebt, dat je er groot uitziet. Alle Amalia-achtige persoontjes zag je daar. En wat opviel is dat achter de andere personen zat minder publiek, maar er zat echt, het paste niet bij elkaar. Er zat een man die, die nou, een bijzondere ik vond hem wel bijzonder hij was ontzettend aanwezig terwijl het maar iemand uit het publiek was en daarna zat een klein iel vrouwtje jonge vrouw in een rode trui maar heel heel iel totaal niet passend in het beeld en als je dan Jinnikvis zag zag je een wal van Amalia's achter haar dus wij moeten eigenlijk bedenken dat Amalia heel dun en mager is en niet de koningin van uh, obesitas bijvoorbeeld straks wij moeten allemaal gezonde levenswijze hanteren. En uh, hoe weten we dat onze uh, aanstaande koningin dat ook hanteert? Waarom is deze vrouw zo groot? Dat wil ik wel eens uitgelegd hebben. Dat deze vrouw zo ontpompieus is, zo groot is, heeft ze een ziekte waardoor ze. Want dat moeten wij toch weten van onze aanstaande staatshoofd of zij niet misschien een ziekte onder de leden heeft. Want dat zou misschien Alexia haar zusje of Ariana haar jongere zusje beter troonopvolgster kunnen worden. Het maakt, ik vind het wel zorgelijk in deze tijd. Stel je voor dat ze straks allemaal hart- en vaatziekten heeft. En ik zou ook wel de status van haar... Uh, Prikjes willen hebben. Want dat is ook belangrijk dat we een koningin straks krijgen die zich bewust is van alle gezondheidsaspecten. Ja, niet alleen van het slavernijverleden. Nee. Dus wij zagen daar maar hele Sumeren beelden uh, van uh, de Antillen, waar staatsbezoek is. Daar zou ieder journaal mee moeten beginnen. Dat zou toch het belangrijkste moeten zijn. Of telt het niet meer mee? Ik heb gisteren op Telegram heb ik dus ook screenshots gedeeld van de actuele stand van de nieuwsberichten op NOS en de RTL. Gaan jullie maar zoeken waar jij dat staatsbezoek vindt. Als ik alle vakjes aange in de app, dat is de tijd van tegenwoordig, jongens, in de app, en ik doe alle vakjes, ik heb het niet gevonden. Of, ik heb het over het hoofd gezien. Maar het zou toch heel groot breed in de, in de apps moeten staan ook. Hoe belangrijk dat is: soevereiniteit, chauvinisme, ons eerste staatsbezoek: binnenlands staatsbezoek van onze kroonprinses in het wild. Ze moet nog even wennen. Dan denk ik, welke boodschap willen jullie hier uitdragen? Willen jullie zo graag dat ze uitgelachen wordt, moet je zo doorgaan. Dan gaat dat zeker gebeuren. Um, ik heb dus op één niet gezien, hè? Uh, ik heb jinnik de jaren net er uh, even over en uh, is geweldig, dat kan ik sparen, hè? En dat is geweldig, ja, ja. Goed, dan zien wij ook eventjes niets, we bespreken dus eigenlijk niet de belangrijke dingen. En op zich is dat dan wel goed, dat wij het koningshuis ook helemaal niet belangrijk vinden, want ze doen er gewoon niet meer toe. Die zijn al lang afgelopen. Als ze nou daar, ze mogen wat mij betreft daar ook wel blijven, want dan is de rit naar uh, dat zuidelijke puntje van Cuba is niet zo ver. Alleen de koninklijkheden... De echte koninklijkheden zitten in Groenland. Dus dit zijn zeker stand-ins. Nou, dat is niet de slechtste baan om zo nu dan eventjes een reisje over de wereld te maken. Ook maxima zijn allemaal stand-ins. Niet de echte meer. Goed, maar wat betekent dat dat zo'n aan de tafel van Jinek, in mijn beleving, maar ja, ik ben niet Jinek, in mijn beleving zou het maar over één ding moeten gaan. De Leopard 2 tanks die Duitsland aan Oekraïne geeft. De toestemming die ze geven om de Leopard 2 tanks te gebruiken. Daar zou het over moeten gaan. Bij beide talen. Alle... Het zou. Kijk, ze hebben, en dat heb je bijna al twee jaar niet gehad. Dat zij een 24-uurs uitzendingsmarathon hadden gedaan. Ze hebben het nu over de vergeten Holocaust. Dat de mensen, dat was het nog, dat de mensen in Nederland zich niet bewust zijn van de Holocaust. En dan hebben wij het niet over de Holocaust-ontkenners, werd er nog even verteld. Het gaat erom dat uh, het Nederlandse publiek op dit moment onvoldoende kennis heeft van de gruwelijkheden die in de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. De gruwelijkheden waarvan zij willen dat jij weet dat het heeft plaatsgevonden. Zodat jij dat zo erg gaat vinden. Dat is nou een filmpje, daar mag ik wat meer van leren gaan. Dat jij niet gaat kijken. Nou wat de werkelijke verdragen van de Tweede Wereldoorlog in de wapenstilstand is, want het is niet een einde van de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog is nooit geëindigd. Wilhelmina heeft nooit het land teruggevorderd van de Duitsers. Dus dat Willem-Alexander en Maxima nu in het buitenland zijn en niet terug hoeven te komen is helemaal correct. Ze zijn nu wel het Nederlands staatsgebied, dus stel je nou voor dat Wilhelmine wel had getekend dat ze het staatshoofdelijke recht van de uh, Koninkrijk der Nederlanden had overgenomen en het uh, ook publiekelijk erkend was dat nu de Tweede Wereldoorlog actief werd aan de gang is, en Willem-Alexander Maxima en de kroonprinses waren naar Aruba gegaan, Bonaire, Sint Maarten of Curaçao, dan was dat Nederlands grondgebied geweest en dat was prima geweest. Dus stel je nou voor dat ze weten, het is wel toevallig, dat het allemaal toevallig allemaal gebeurt tijdens het staatsbezoek, het staatsbezoek. Zouden wij in Friesland ook een staatsbezoek kunnen krijgen, of is het dan gewoon een koninklijk bezoek? Hm. Dus, met andere woorden, doordat Duitsland het verdrag met Rusland heeft geschonden, halen wij nu even een onderzoek naar boven dat de Nederlanders de Holocaust vergeten zijn. We kunnen ons beter daarop richten, want dan vinden de mensen dat allemaal weer heel zielig voor de Joden. En we vergeten de scheuners en de gehandicapten en de, en de, de uh, homo's, die vergeten we allemaal. En de krankzinnigen zeker, die vergeten we ook allemaal, want het ging om de Joden. Je zou maar een Joodse homo zijn die krankzinnig was en zwak begaafd. En ook nog noma. Rondtrekkend, nou, dan was je helemaal het haasje. Ook mag ik dat niet zeggen. Goed nadenken, hè? Goed je onderzoek doen. Ik mag dit niet publiekelijk zeggen, nee. <laughs> maar jullie mogen, maar jullie mag dat nog wel, hoop ik. En ben je het niet met me eens? Dat mag ook. Ik had gisteren iemand, via Tania groep kan ik ook wel eens zeggen. Die heb ik een privé? Ik zei: Mag ik je een privébericht sturen? Ja, dat mocht. Dus heb ik haar het filmpje van privacy voor kindertjes. Ze had, ik weet niet wie het waren. En, uh, nou, ze vond het mij heel raar. En hoe kom je. Dus ik, ik, ik je kan gewoon foto's, hè, van je profielfoto's van Telegram, kan je gewoon, uh, uh, kan ik van jou gewoon in mijn galerij opslaan. En ik kan ermee doen wat ik wil. Dus ik heb de haar die foto. Ik zei: Kijk. Telegram de haalfoto. Ik zei, kijk, dit is jouw profiel. Hoe kom jij daaraan? Ik zie, dat heb jij gewoon. Kijk, dat kan ik gewoon, omdat ik een gesprek met jou heb. Ik kan dat, iedereen kan die foto gewoon downloaden en gebruiken naar eigen behoefte. Nou, dat vond ze zo raar. En ik zeg, ik weet niet wie jij bent. Ik zeg, je kan wel een van die kinderen zijn, maar ik zeg, vind deze foto ook? Ik zei, misschien ben jij dat wel. Daar heeft ze geen antwoord op gegeven en toen ik had haar het filmpje gestuurd ik zei kijk het filmpje even ik, zei, toen, nou, ik had ook gezien dat ze de, haar profielfoto dus niet veranderd had waren, waarschijnlijk haar kinderen ook niet of haar kleinkinderen misschien nou ze zei ik vind het een hele lieve foto en ik vind dat het kan en ik zei daar gaat het dus om juist omdat het een mooi lieve foto is maar kijk het filmpje even zei ik nou ik kreeg vandaag een reprimande ze had het aan iedereen gevraagd en niemand was het met mij eens. Dus zij vonden allemaal dat het kon. Nou, ik zei dat is prima. Wat fijn dat je dat aan iedereen gevraagd hebt. En wat mooi dat we ook van mening kunnen verschillen. Ik wens je een mooie dag. Kutwijf, denk ik dan. Oh, ik ben wel heel erg bezig, hè. Jammer voor die kinderen. Dan denk ik, oh, 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 ik begrijp waarom jij niet. Slapeloze nachten hebben, want dat was de vraag bij Tanni. Ik begrijp waarom zij, wat laat zij nu zien. Niet alleen de foto van haarzelf zag ik, maar alleen ook al dat ze iedereen gevraagd had om een mening. En dat is waar haar hoofdje over breekt. En dan kan ze nog zoveel melatonine nemen, maar haar hoofdje is steeds aan het breken. Want ze heeft zoveel gedachten en het lukt haar allemaal niet. En ze vraagt iedereen, deed ze op de groep ook, ze vraagt iedereen, ze kan geen beslissing maken. Dat is ook wat er aan de hand is in de groepen: dat is wat er aan de hand is met mensen. Iedereen alles vragen, zodat een ander een beslissing kan nemen, zodat jij het niet hoeft te doen. Maar teruggaan naar jezelf is veel belangrijker. Dus het is niet om die mevrouw af te kraken. Ze is er nog niet klaar voor om te beseffen dat zij zelf prachtig is om zichzelf te laten zien en dat zij daar de kindertjes niet voor nodig heeft. En natuurlijk was het een hele lieve foto, echt super schattig. Maar daar word ik wel verdrietig van, want dan denk ik die arme kindertjes. Ja, goed. Nou, weer heel veel stof tot nadenken. Uh, wij gaan het in de gaten houden. Heb je het koud ga je naar het gemeentehuis? Je mag ook bij mij komen om een kopje koffie. Wel op afspraak alsjeblieft. <laughs> We gaan uh, dit jaar echt nog wel nieuwe uh, bijeenkomsten doen. Uh, in het voorjaar eens een keer lekker weer naar Holwood of naar een andere plek hier in Friesland. Of een keer naar Zuid-Friesland, zodat het ook voor de mensen uit de polder bijvoorbeeld heel goed te bereiden is. In Kuinderen kunnen we ook heel fijn naar het bos, dus zijn er zijn hele mooie plekken. Um, dus we hebben uh, een mooie plekken. Misschien ga ik nog wel een keer weer naar bloemen in Salbommel met Wiebe Abraham. Uh, zulke fantastische mensen. En uh, Bloemen, die deelt ook heel veel van haar groepen. Die heeft heel veel kennis en wijsheid. Ga ook naar haar groepen. Ga kijken. Als je in de buurt bent, breng een bezoek aan Salbombo. Ga even thee drinken bij Bloemen. In haar prachtige tuin. ze heeft ook uh, logiermogelijkheden. Echt ja, zo idyllisch, zo prachtig. En misschien kan je haar ook gewoon een handje helpen. En dat je zegt van, goh, ik, kom, ik kom een weekend lekker bij jou logeren, wat kan ik voor je doen? En de mensen die bloemen hebben ontmoet, die weten wat voor een bijzondere, prachtige ziel het is. En haar broer ook. Echt waar, was fantastisch. Nou, dat beloof ik jullie, wij gaan deze zomer, of in het najaar, of vlak voor de drukke zomer... Dan zal ik een organisatie doen voor een prachtige wandeling weer door Salbombel. En misschien kunnen we dan ook bedenken. Want Wiebe Abraham had toen een hele mooie route gedaan. Misschien kunnen Wiebe Abraham en ik dan samen ook een paar oude gebouwen. Kunnen we. Even uh, duidelijk uitleggen over de Tatarische tijd. En we, ik heb daar ook gebouwen gezien met de J en, en dan 648. En dat is niet 1648, maar 648. Dat we heel bewust op gaan kijken naar die gebouwen. Dus dat is misschien wel heel erg leuk. En dat vergt natuurlijk wat organisatie. Dus dat ga ik met Wiebe Abraham en Bloemen overleggen wat leuk is. En er was ook een kerk. Misschien kunnen we ook ergens bezoeken, maar als we meer dan 100 mensen hebben. Dus daar gaan, gaan we wel mee bezig. Wat, wat we daarmee gaan doen. Beloof ik jullie. Gaan we, gaan, ik ga met bloemen overleggen. Dat is leuk, hè? Hebben jullie nog meer ideeën? Laat het dan weten, hè? En dan moeten we die ijsjes verkopen. Die moeten we wel even op de hoogte brengen dat we ijsjes komen halen. Och, wat had die jongen druk. Ja, geweldig. Dus uh, ja, ook allemaal contant betalen, maar dat mocht allemaal niet. <laughs> we moesten binnen, geloof ik. Dus uh, ja, dat heb je dan. Nou, uh, dat wordt vervolgd. Zalbommel is een sterstad, is een ster. Uh, dat heeft ook met Tatarië te maken. Daar gaan we ook nog wel weer wat uitleg over geven. Gaan we wat onderzoek doen. En. Uh, hier in Friesland zouden we bijvoorbeeld ook naar Vraneker kunnen of uh, Hinderlopen, uh, dokken, Dat is weer noordelijker. Vraneker is ook mooi. Harlingen is ook prachtig. We gaan het beleven. Kom ook zelf met ideeën. We hebben hier Sneek, hoor ik al zeggen. Uh, maar Vraneker is ook heel mooi. Had ik laatst ook even foto's van uh, uh, op het kanaal gezet. Dat is handig. We hebben nu iemand te wonen in Vraneker. Dus dan, dan weet je dat. Goed, uh, voor februari heb ik nu heel veel informatie gekregen. Ik zou nog wel meer kunnen geven, maar ik weet niet of dat wel kan. Ik denk dat dat beter weer per week kan. Uh, vanavond hebben we de Zoom. 8 uur binnen zijn vanaf kwart over zeven zal ik de, het café van tevoren openen. Als je niet mee wilt doen met het café is ook oh prima. Dan ga je gewoon lekker uh, je aanmelden en dan kan je om 8 uur erbij komen zitten of om half negen wanneer je tijd hebt. Als je er maar in zit, dus er in zitten in de zoom. Hoef nog niet actief deel te nemen, maar zorg ervoor dat je voor acht uur erin zit. Vijf over acht kom je er niet meer in. Dus zorg ervoor dat je voor de tijd erin zit. Omdat het ontzettend storend werkt namelijk voor mij. We gaan het vanavond over de energie hebben. We gaan het vanavond ook over dit filmpje hebben. Dus kijk het als je tijd hebt en dan gaan we er iets moois van maken. Ik wens jullie een prachtige dag en op naar een mooie maand.